Mijn levensmotto is wel een beetje. Ik ben niet op de wereld om te doen wat anderen zeggen. Onbevooroordeeld naar zaken kijken en niet krakloos aannemen van wat, er, van wat er door anderen wordt gezegd. Een beetje boven de materie gaan zweven. Dat is de kunst. Ja, of dat een kunst is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat probeer ik wel te doen. Het vierde dorp Niehoven in Noordwest-Groningen. We spreken over het afgelopen jaar. Het onder zijn leiding tot stand gekomen kabinet Rutte IV treedt in januari aan. En 2022 lijkt een rustig jaar te worden. Remkes is eindelijk een man zonder functie. Nou, doe maar, oud politicus en bestu oud bestuurder, zoiets. Ja, wat, wat moeten we. Ik, ik bedoel, het kan ook pensionado zijn. <laughs> Een paar bestuursfuncties en daar moest het bij blijven. En verder tijd voor zijn vrouw. Wij waren uh, op vakantie in uh, Italië. Toen ging de telefoon en ik zag dat het Christiane van der Waal was. En toen zei mijn vrouw: Oh, dan weet ik wel waar het over gaat. Dus wegdrukken. Nou, zo ben ik niet helemaal gebouwd. Uh, maar ik heb haar toen wel gezegd dat ik bepaald niet stond te trappelen, nou dan komt er, dan, dan komt er nog een telefoontje van de minister-president overheen en dan weet je op een gegeven ogenblik dat je niet uh, in alle toonaarden nee kunt blijven zeg, uh, zeggen, maar ik heb dus wel gezegd van uh, dus geen bemiddelaar, maar onafhankelijk voorzitter wil ik wel een paar weken uh, zijn. Met als doel iedereen weer aan tafel krijgen. Want het in januari aangetreden kabinet heeft binnen enkele maanden de discussie rond stikstof hopeloos laten ontsporen. Dat was dus ook precies de reden waarom ik gezegd heb bij het aanbieden van het rapport. Het is eigenlijk idioot dat het nodig was om deze hulpfiguur überhaupt in te schakelen. Want dit behoort tot de kerncompetenties van bewindspersonen. Ja. En dat proces was dus kennelijk vastgelopen. Remke schreef in 2019 al een rapport over de stikstofcrisis onder de titel Niet alles kan overal. Daarin concludeerde hij dat de agrarische sector op de schop moest. Wij hebben het hoogste aantal inwoners per vierkante kilometer. Wij hebben de hoogste dierdichtheid per vierkante kilometer. Wij hebben. Een stevige industriële activiteiten. We hebben een zeer hoge verkeersintensiteit. en we hebben ook uh, natuurambities. En dat conflicteert. Remkes was informateur van het huidige kabinet. Stikstof stond niet op het menu aan de hoofdtafel van die gesprekken. Het werd nauwelijks besproken door de politieke leiders. maar overgelaten aan de fractiespecialisten. De landbouwparagraaf in het regeerakkoord is. Uh, Eigenlijk helemaal tot stand gekomen aan wat dan in, 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 in jargon heet uh, de zijtafels. Uh, wel is het zo dat, dus aan die hoofdtafel, over dit onderwerp heel weinig, uh, heel weinig gezegd is. En dat had misschien wat beter moeten gebeuren. En dus kon Remkes al na enkele maanden de scherven bij elkaar gaan vegen. Proberen de boeren, de politiek, de natuurbeschermers weer bij elkaar te brengen. Eén ding stond voor Remkes altijd vast: het moet anders. Een ander verdienmodel in de agrarische sector. Ja. En ik heb dus ook nooit begrepen waarom dat toen niet veel meer in onderlinge samenhang is opgepakt. En kan het ook niet gewoon zo zijn dat, dat heel veel van die boeren dat gewoon helemaal niet willen? Een aantal boeren zullen het niet willen, maar een aantal boeren willen dat ook wel. Maar er is ook vanuit de politiek gepolariseerd. En dat is in feite al fout gegaan bij de vorige discussie. Als er geroepen wordt, de veestapel moet gehalveerd worden. Dat D66 wilde. Ja, dan weet je, en dat heb ik, dat heb ik ook toen al gemerkt... ...en dat, dat resoneerde in feite in deze discussie nog steeds na... Mm -hmm. uh, ...dat dat een, een, een geweldig van uh, uh, is geworden... Remkes heeft er nooit eerder openlijk over gesproken. maar bijna had hij zijn opdracht teruggegeven. Op het moment dat CDA-voorman Wopke Hoekstra. plotseling liet weten dat een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 niet heilig was. Ik kwam dus gaandeweg ook in een steeds politiekere uh, rol terecht. Heb je dan gezegd: van jongens, of jullie laten mij dit werk doen. of je gaat het zelf oplossen. Nou, toen, toen dat gebeurde, toen heb ik wel even stilgestaan bij de vraag... wat gaan we nou, wat gaan we nou doen? Ga ik nou op deze manier door? Toen heb ik voor mezelf de keuze gemaakt, je neemt iets meer tijd... en er worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van je eindadvies. Het kabinet worstelt nu met die hogere eisen. Ook nu nog twee maanden na de presentatie van zijn tweede stikstofrapport... hangt het land vol met omgekeerde vlaggen en protestborden langs snelwegen. En dat is broos vertrouwen. Ja, de borden staan er nog, hè? Stikstofprobleem bestaat helemaal niet, las ik net toen ik hierheen reed. Daar is maar één antwoord op mogelijk: het redelijke gesprek. Proberen te overtuigen. Die ministers die moeten op de zeepkist, de boer op, en proberen, eh, proberen de mensen mee te krijgen. Het uitdragen van de boodschap is onvoldoende, het komt ook aan op luisteren. We hebben een regeerakkoord. Daar staan een aantal doelen in, maar ga over de realisering daarvan in fatsoenlijk overleg met de samenleving. Dat geldt voor dit onderwerp, maar dat geldt dus ook voor andere onderwerpen. Deze kabinetsploeg ging niet in fatsoenlijk overleg. Op dit punt is dat overleg in ieder geval tekortgeschoten. Het kabinet rekent erop ongeveer 7,5 miljard euro kwijt te zijn aan het uitkopen van boeren. Wie gaat dat betalen? Er kan niet een situatie zijn waarbij de overheid alleen aan de lat staat. en de andere partijen, banken, verwerkende industrie, retail. hier geen verantwoordelijkheid nemen. Voor Remkes staan de omgekeerde vlaggen niet alleen voor een stikstofprotest. Er is een breder fenomeen gaande. dat te maken heeft met een samenleving in verandering. We leven in een samenleving met een gigantisch verandertempo. En. Uh, niet iedereen kan dat veranderde tempo nog bijbenen. Dat zijn noties die hier op de achtergrond gewoon uh, ook een, uh, een rol spelen bij de onvrede. Dus dat richt zich ook niet alleen op de overheid, maar richt zich ook veel meer op de samenleving als geheel. Helpt het dan om, een, een, met alle respect, een oudere manier te hebben die af en toe rust brengt? Ja, dat weet ik niet. Dat moet een ander beoordelen. Ik heb het over u, hè? Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar dat weet ik dus niet. Ik kan daar toch ten aanzien van mijzelf geen oordeel over uitspreken.